Hey Natasja. Dus dit is de toren? Dit is de toren. Waar is de spits? De spits is er in de eerste helft van de 20e eeuw afgewaaid tijdens een grote storm hier in de omgeving. Net zoals dit is eigenlijk het enige wat nog over is van de 15e eeuwse Lambertskerk. Een zielige toren eigenlijk in het veld. Je zegt kerk, hè? Heeft de kerk dan daar gezeten? Want ik zie daar nog de contouren op de toren. Heeft die daar aan gezeten? Ja. Aan deze kant, zo iets wat schuin van de toren, stond het schip van de kerk. Ja? Die is eigenlijk in de 19e eeuw afgebroken. Maar je ziet het eigenlijk nog in die driehoek inderdaad, dus het dak van de kerk. Dus niet zo'n hele grote kerk. De kerk is zelf al opgemaakt in gotiek. Dus echt de 15e eeuwse mooie grote bogen erin. En dat zie je nog steeds in de toren terug. Maar ik zie ook witte stenen, ik zie een beetje oranje stenen. Kun je daar nog iets over vertellen? Nou ja, je hebt altijd een kerk, werd natuurlijk niet in 10 jaar gebouwd. Er zat vaak nog wel wat meer tijd achter. Dus je hebt ook wel eens, de ene keer komen de stenen daarvan aan of net een ander bakproces. Er zit altijd wel wat verschillen in de stenen. Deze kerktoren is, evenals de andere torens in de omgeving, typisch een uitdrukking van de Gouden Eeuw van Brabant. In deze periode werden in kleine dorpen imposante kerken gebouwd. Van de Lambertuskerk die hier stond, is alleen de vervallen toren over. Vanaf de reformatie tot aan 1700 werd de kerk door de protestanten gebruikt. Van 1756 tot 1792 fungeerde de kerk als raadhuis. Tot 1920 deed de toren dienst als luidtoren. In de 19e eeuw is de kerk gesloopt. Het landschap rond de 15e eeuwse Lambertuskerk zag er vroeger heel anders uit. Vlakbij de kerk, nabij de huidige Hooidonkse watermolen, bevond zich het kloostereiland Hooidonk. Vanaf 1146 bracht het rijke vrouwenklooster van de kanonikessen van Augustinus Hooidonk tot grote bloei. In 1650 werden de kanonikessen tijdens de reformatie uit de priorij verdreven. Rond 1800 was van de kloostergebouwen niet veel meer over dan een ruïne. Van de priorij Hooidonk is op dit moment alleen de watermolen overgebleven. Rond de toren zijn bewoningssporen aangetroffen die teruggaan tot in de Romeinse tijd en late prehistorie. Het is nu beschermd als archeologisch monument. Wauw, wat is dit mooi zeg! Ja, ik vind het een schitterende omgeving. Het is toch de rivier, de Dommel die het landschap van de toren scheidt. Ja. Toch? Ja, echt heel bijzonder. Nou Devin. Ja. Hartstikke bedankt. Zeker, was gezellig. Ja, vond ik ook. Goeie reis verder. Ja, ik fiets verder. Oké, okay, hey, dag. Hey, tot ziens. Dag. Dag.